Goedenavond, dames en heren. In 1957 won Jacques Anquetil zijn eerste Tour de France. Er was een Oostenrijker die derde werd, die Christian heette. Wim van Est werd de nummer 8 van het algemeen klassement. En de nummer laatst, nummer 56, heette Million. En Edith Piaf zong over de hele wereld het fraaie... We verlaten Toulouse en we gaan in de richting van Albi. We volgen de zon. We zien heel langzaam prachtige wijngaarden aan de boorden van de rivier de Tarn komen. We krijgen dorst. Het wordt loom. Frankrijk op zijn warmst. Frankrijk op zijn mooist. De Tour houdt in na een korte etappe. De avond zakt. De nacht valt. En daar, daar zitten wij. Op het Château de Maresme. En van deze fantastische hoeve heet ik u van harte welkom. Het staat hier. Gaillac. Plaats waar morgen de tijdrit gestart zal worden. En ik zit hier met een van mijn jeugdhelden, Eddy Pieters Graafland. Mag ik Eddy zeggen? Ja, zo is het. Zo kennen we elkaar. Ooit gedacht dat we elkaar in de Tour de France zo zouden tegenkomen? Nee, eigenlijk niet. Dit is een waanzinnige omgeving, ja, toch? Kijk om je heen. Ja, dat is geweldig. Ja, ja. Jij hebt iets met de Tour, dat ga je straks uitleggen. Was het normaal dat voetballers ook zich met de Ronde van Frankrijk bezig hielden? Nou, ik wil normaal gesproken altijd elke sport één keer meemaken hoe dat eigenlijk in een andere sport is als wat ik uit de voetballerij heb meegemaakt. En dus ben je ooit door Jan Jansen uitgenodigd en daar gaan we zo direct over praten. De andere gast, die moest uit Toulouse komen en die moest over al die kleine D-weggetjes hierheen zien te komen. Nou kon die verschrikkelijk goed fietsen. Het was de jongste kampioen van Nederland ooit op de weg. En dus vond hij ook deze wijnmakerij, waar overigens een Nederlander eigenaar is. Jacques Hanegraaf schuift zo direct aan. Hij wordt nu nog bewerkt. Door wie en wat weet ik niet. Maar wij beginnen met het beeld van de dag. Misschien dat u vanmiddag gekeken heeft. Er was weer een Nederlander bij. Het was weer dezelfde Bram de Groot. En Bram de Groot deed iets in Marseille. Dat was ongelooflijk. Hij fietste de hele stad door. Draaide om en kwam toen pas naar ons toe omdat hij de tijd nodig heeft. Toen werd hij derde. En vandaag wordt hij tweede. Dus denk je, Bram, draai nou eens om. Bram. 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 Zo, Bram, zo kennen we je. Maar stop nou even. Het verlies van de nummer 2 op een late middag in Frankrijk, in Toulouse. Bram, zelfs een schaduw stopt niet. Het beeld van een kapotgereden renner, achtervolgd door oud-coureur Sonneveld, die hem ten slotte kan stoppen. En zo ziet kapot er dus uit als je tweede bent geworden in een etappe. Bram de Groot vanmiddag. Kapot, dorstig, moe en teleurgesteld. Maar toch. Nou, weer een plekje opgeschoven, hè. Dus het is nog maar één plek. Dus ja, dat moet toch kunnen deze ronde. Hij houdt in ieder geval de moed erin. Derde geworden, tweede geworden. En hij zorgt er in ieder geval voor dat het Nederlandse journalistenkorps heel veel conditie krijgt in deze Tour. Hij is aangeschoven. Sjaak, wat leuk dat je het kon vinden. Wist je dat we hier zaten? Ja, het was even moeilijk om het te vinden, maar we zijn er net op tijd. En overigens, Bram een geweldige renner, Bram de Groot. Ja, derde worden, tweede worden. Heb je door naast wie je zit? Ja, jullie hebben een hand gegeven net. Graafland, zeker. Wat zegt jou dat? Heel veel voetbalkeeperhistorie en heel veel melancholie naar een hele roemruchte tijd voor het Nederlandse voetbal. Leuk, hè? Zeker. Twee generaties ontmoeten elkaar hier in de Wijnstreek, dames en heren. Wij beginnen zoals we iedere dag beginnen, zoals we altijd doen, met Jeroen Koster het woord te geven. Wat gebeurde er in de ochtend? In Narbonne gaat de Tourcircus weer ouderwets verder. Handtekeningenjagers zijn bij ritwinnaar Jacob Piel aan het goede adres. En Grisha Nierman heeft er zelfs nog meer zin in. De gele trui van Lance Armstrong zien de fans alleen in een flits. Deze dame doet het rustiger aan. Maar zij is voor de Fransen dan ook een grote onbekende.
Want helaas voor Claudia Pechstein houdt niemand hier van schaatsen. De Nederlanders wel, maar zij verdringen zich bij Michael Bogert voor een handtekening. Wij niet, maar dit niet hoor. Terwijl de jonge fan bijkomt van de schrik, zoeken wij het antwoord op een prangende vraag die ons al sinds Parijs bezighoudt. Want waarom heeft de Oostenrijkse coureur Klomser nou toch een Nederlandse voornaam, Gerrit? Dat is een goede vraag, wenn ich das wüsste. Nee, het is daarom gegaan dat mijn Eltern, mijn Nachname is Klomser, der begint met G. En jetzt wollten ze een ausgefallenen Vornamen, der ebenso met G begint. En dan zijn ze eben op Gerrit gekommen. Weil Gerrit is Holländisch. Nou ja, es fragen sich viele, woher das kommt. Die Wurzeln sind sicherlich nicht aus Holland. Und nee, der Name gefällt mir gut und ich bleib dabei. Können wir die nicht adoptieren, weil es sind nicht so viele Holländer hier in der Tour de France. Ja klar, warum nicht? Viel Erfolg dann heute. Danke. Von unserem sympathieke Pseudo-Landgenoot naar een echte Nederlander. Want Servaas Knave ziet er weer fris uit na een dagje rust. Ze voelt het niet. Meestal is dat je een dag weinig doet, dat juist. Ja, gewoon lui bent. Je voelt je moe en zo. En ja, dan is vanochtend nog heel lang op de kamer blijven, omdat het pas om 1:30 starten is. Dus ik ben eindelijk wel weer blij dat je weer kan gaan koersen. De onbekende Fransman Nicolas Portal is ook blij, want de etappe gaat naar zijn woonplaats. Portal gaat zeker aanvallen, maar of deze korte rit daar geschikt voor is? Er zijn wel twee mogelijkheden. Ofwel denk ik een lange ontsnapping van in het begin, ofwel wordt het een massasprint. Dus moeten we proberen mee te zijn van in het begin. Het kan een kans zijn, maar ja, als de wind verkeerd staat en het is de hele dag wind tegen, ja, dan gaat het ook weer toch moeilijk zijn om weg te rijden en makkelijk zijn voor de sprintersploeg om de boel bij elkaar te houden. Maar ik ga er in ieder geval vanuit dat er vandaag een groep wegrijdt en ik ga proberen daarbij te zijn. En zo begint de etappe van vandaag. Dat is een lastige etappe. Waarom die lastig is? Omdat die kort is. Hij wordt in de warmte verreden. Er is een beetje wind. De renners komen uit de rustdag. En er zijn erbij die rustdag niet goed verteerd hebben. Dus je moet altijd op gaan letten. Er zijn er ook die ziek worden op een rustdag. Maar eens kijken wat er gebeurt. De verwachting is dus dat er een ploegje weg zal rijden. 153,5 kilometer. Heerlijk. Door de wijngaarden. Niets aan de hand. Dit lijkt wel Mesh, maar dat is het niet. Apocalypse Now, misschien. Maar hier het rennen van de eerste uren. In een tempo dat heet soutenu, onderhoudend. Proberen weg te komen, proberen je puntjes te pakken. Carcassonne passeren, heerlijke stad om doorheen te gaan. Terrasje te pakken en daar moet je dan doorheen rijden. En daar komen ze dan. Daar komt dan die groep. Nozal is daar met Fletcher. Twee Spanjaarden, Onze en Ibanesto. Altijd tegen elkaar in de slag. Waar de ene is de ander. Daar rijdt de Da Cruz, O'Grady. Cuesta is er via Cofidis. Rogers is er. En wat doet het peloton? Het peloton volgt op 1,5 minuut en niet meer dan dat. Hier, O'Grady, die rijdt naar zijn voormalige woonplaats toe. Hij woonde ooit in Toulouse, toen ze een huis vol met Australiërs hadden. Niet alleen Australiërs, met je bier erbij. Hier is Bram de Groot die aansluiting heeft gevonden en hij is er dus weer bij. Het groepje ziet er goed uit. De Groot, O'Grady, Fletcher, Rogers, Nozal, Cuesta, Da Cruz. En Portal. Portal gaat naar huis. Hij ooit woonde in Toulouse. Jens Voogt. En Jens Voogt heeft de rustdag niet goed doorstaan. Dit zijn de pijnlijkste momenten van welke renner dan ook in de ronde. De bende gaat voort. De mannen voorop met z'n achtergaan. George Hinkepie geeft gas voor de ploeg uit Amerika. En achterin moet ook Robbie McEwen lossen. Robbie McEwen heeft geen goede benen. Kijk maar eens naar het hele kleine facetje dat hij daar moet draaien terwijl ze toch een bruggetje opgaan. McEwen is dus niet goed eruit gekomen en dan is het voor Jens Voogt voorbij. En krijgt hij het pijnlijke moment. Luister. Het afscheuren van het nummer. De rest rijdt door. Weer een renner minder in deze ronde van Frankrijk. De schaduwen worden wat langer. Toulouse komt eraan. We eindigen aan de rechteronderkant van Toulouse. Dus geen gedraai door de stad heen. En hier zijn ze nog een keer. De Groot, O'Grady, Fletcher, Rogers, Nozal, Cuesta, Da Cruz, O'Grady en Portal. Twee man die naar huis rijden. Eén Nederlander die er al bij was en derde werd. Da Cruz rijdt wel behoorlijk. Niet echt bijzonder. Cuesta, moi. Ik zou niet met O'Grady naar de sprint willen. En dus is het wachten op wie gaat demareren. Hoe is het toch eigenlijk met de kleine Spaanse sprinter? Oscar Freire, leeft hij nog? Ik zag hem gisteravond. Nee, hij heeft het niet best. En dan wordt er gedemarreerd voorin. Toulouse komt eraan.
Ze zijn het niet meer met elkaar eens. De voorsprong loopt wel terug van 2.50 naar 2.30 naar 2.20. En het peloton komt dichterbij. En dan is het logisch dat de ploegen van de sprinters gaan werken. De Boulanger-mensen gaan zich melden voor Nazon. Dit kan je allemaal bedenken, dit kan je allemaal uittekenen. Zo is het en zo zal het blijven. Rogers achterin doet niet te veel werk. Hij kan aardig sprinten. Daarvoor Dacruz, dat is geen groot sprinter. Maar wat gebeurt er links vooraan? Er wordt gedemareerd en dan zitten ze te linkerballen nu. O'Grady wil niet het gat dichtrijden. Doet het niet. Dit is Fletcher. Hij rijdt voor het eerst bij Ibanesto. Een vrij goede tijdrijder. Hij heeft Argentijns-Spaans bloed. En daar zit wel iets grappigs aan, want hij rijdt in feite naar huis omdat zijn vrouw hier woont. Zijn vrouw komt uit Toulouse, dus daar zit wel een aspect aan. Portal dus in deze groep en hij in deze groep. Allemaal naar huis rijden. Fletcher wordt bijgehaald. Natuurlijk, de Spanjaarden zijn het niet eens onder elkaar. Dan is het de vraag, wie is het volgende? Weer Fletcher. Daar gaat hij. Hupsie. Dat is de tweede keer dat hij het probeert. En wie gaat hem dan halen? Als hij Ibanesto rijdt, zou je zeggen, dan komt onze erachteraan. Dat is altijd zo geweest, zo zal het ook altijd blijven. Het is een niet makkelijk parcours, want als je de bocht om bent, ben je uit zicht. En dat is nog wel eens makkelijk in de Tour, en zeker in zo'n etappetje. Fletcher pakt een seconde of 10, 12. En wat gebeurt daarachter? Kan De Groot bijvoorbeeld een sprong maken? Kan Rogers, die echt goede benen heeft? Maar kijk, je ziet het aan de vorm van de achtervolgers. Ze kijken elkaar aan. Ik niet, dan jij ook niet. Maar jij niet, dan ik ook niet. Dat is het oude adage binnen de Ronde van Frankrijk. Degene die gaat halen, is geklopt. Fletcher denkt, ja, jullie kunnen maar wat. En hij heeft behoorlijke tijdrijdersbenen. Maar de rest laat hem toch niet zo gaan. En de finish is er nog niet zo heel erg dichtbij. Dus we komen nog een keer op zijn achterwiel terug. Maar het zijn er geen acht meer. En je ziet de vermoeienissen bij de achtervolgers. Buitengewoon boeiende finale. Halen ze hem terug, halen ze hem niet terug. Bram de Groot gaat dan. Bram, waar haal je het vandaan? Maar ook hem laten ze niet gaan. Derde in Marseille. Toen achter twee man die voor hem lagen. Nu heeft hij nog kans. De achtervolgers op 20 seconden. Het peloton inmiddels op 1.30. Die kunnen het schudden. Fletcher voor Ibanesto. En dan... dan gaat natuurlijk Nozal nog eens een keer. Want Ibanesto is weg, dan komt onze. En Bram de Groot, wat doet hij? Hij blijft in het midden hangen, hij blijft nog een keer in het midden hangen. Gaat hij mee, wipt hij mee? Nee. En daar gaat Nozal. Hij gaat achter zijn landgenoot aan. De Spaanse commentatoren op de tribune worden dan gek. Die rijden nu 1 en 2 en schreeuwen zonder microfoon rechtstreeks tot in Barcelona en in Madrid. Fletcher, de eerste, of de man die bij Ibanesto woont, weet het. Hij gaat winnen. En daarachter zie je dat Bram de Groot ineens bij Nozal is gekomen. Wij echter kijken naar deze Ibanesto-man. Fletcher, De Pijl. Dat is zijn naam. En wat doe je als je wint en je heet De Pijl? Dan kijk je en dan pak je je boog en dan zeg je... psst. En hij schiet raak. 3,5 uur werken, overwinning voor een Spanjaard. Zijn derde zege ooit. Zijn vrouw is blij. Bram de Groot 2 en Portal wordt, of Nozal wordt dan keurig nummer 3 in Toulouse. De sprint die belangrijk is voor en geld en punten gaat tussen twee Australiërs. McEwen en Cook en die doen het weer heel gevaarlijk, maar dat doen ze altijd zo. Cook aan de buitenkant, McEwen in de binnenkant en het is een centimeterspel. En het is een centimeterspel van McEwen. Die wint hem net en die wordt 9e. Cook 10e blijft in het groen. En nog een keer. De Pijl pak je en als Willem Tell. En loslaten. Prachtige zegen. En ze worden. Mijn eerste victoria in este equipo. Mijn primera in 2 años, mijn primera in el Tour. Ha tenido que ser en Toulouse, ¿no? Donde, bueno, lleva mi novia trabajando unos meses, haciendo un stage. Y bueno, conocía la parte final de la etapa, no la tenía marcada la etapa, pero bueno, he hecho el trabajo del equipo de estar en los cortes y una vez ahí, siempre el corazón me tiraba para aquí y bueno, ha salido, ¿no? En dan de gele trui, die morgen dus moet gaan rijden in de tijdrit, gegeven door de heer Schwarzenegger, Oostenrijker, die eigenlijk denkt dat ze voor hem komen. Terminator. En Lens denkt, I'll get you baby. Hij gaat de tijdrit rijden, Lens. Fletcher wint dus voor de Groot Nozal Cuesta, Dacruz, O'Grady, Portal, Rogers, McEwen en Cook. Het is een hele Australische onder onsje daar. En dan gaan we naar de volgende namen toe. Morgen in de tijdrit. Armstrong als laatste. 21 seconden voorsprong op Vinokourov, Mayo, Mancebo, Hamilton, Ulrich, Basso, Heras, Zubeldia en Menshoff. En wij doen het iets bescheidener. Toch, voor Bogert neem ik de muts af. Zo, dat was de etappe. En nu de uitslag van het SMS-spel.
Je hebt zo'n 160, dik 160 rijders. Wie speelt er dan Fletcher? Er is er één in Nederland en ik mag feliciteren. Clement van der Laar uit Alfa aan de Rijn. U gebruikte de duimen gisteren heel goed. U toetste het nummer van de winnaar in en u krijgt een prijs. Maar wat hadden we vandaag afgesproken? Dat we een dubbele prijs zouden hebben. En wij bij de NOS zijn niet zo kinderachtig. Ondanks McKinsey geven we nog een prijs morgen weg. Dus voor morgen ook dubbele prijzen. Hoe u het moet doen? Ren, spatie, rugnummer 4004. En het komt allemaal goed en u kunt prachtige dingen winnen. Wilt u nog even kijken wat meneer Clement van der Laar won? Het is heel erg mooi. Het is een DVD, het zijn boekjes over de Ronde van Frankrijk, een pet. En u weet dat u meegaat in de misschien wel grote verloting voor de eindklassering. In Parijs krijgen we een getekende trui van Lance Armstrong en die kan of blauw of geel zijn. U kunt tot 1 uur kunt u wat doen. En als ik u nou toch daarover spreek, we hebben gisteren die kijkersvragen gehanteerd. En dat was zo'n succes. En er zijn zoveel vragen bijgekomen dat we het voor de volgende rustdag nog een keer doen. Mailt u naar tourjournaal@rtv.nos.nl. En u mag alles vragen wat u wilt. Maar ik zeg er wel bij, het poepen, piezen en het neuken hebben we gisteren al besproken. Dus dat hoeft niet meer. Dat mag je zeggen op een late avond in dit land. Eddie, Jacques, wanneer is de Tour bij jou gaan spelen voor het eerst? Als jongetje? Dat is eigenlijk als kind ging ik altijd met mijn vader al naar het Olympisch Stadion. Uit die periode, Cor Bijster, Arie van Vliet, Jan Derksen, wij zaten altijd vak AB, dat was het eerste vak, laat ik zeggen. Waar ik ook met mijn vader zat, ja. En de wielrenners die kenden ons, Gerrit Schult, Boeien enzovoort, dus die staken altijd de hand op enzovoort. Daar is eigenlijk het wielrennen begonnen. En eigenlijk ook nog misschien dus daarvoor, want mijn opa die was voorzitter van de Germaan. Ja, dat is een hele roemruchte wielervereniging. Ja. Maar in 1970, daarvoor heb ik het altijd wel gevolgd. Maar in 1970, toen wij de Europa Cup hebben gewonnen. Wij van Feyenoord. Van Feyenoord. Ja. Het eerste keer. Ja, dat doet even pijn in Amsterdam. Ja, dat begrijp ik. Ja. Toen is het helemaal gaan spelen om de Tour de France mee te maken. Goed. Jacques, wanneer ben jij gaan fietsen? Wanneer ben jij gaan fietsen? Nou, als manneke? Als 13-jarige. Ja. Gewoon, maar voor die tijd Keesje Haast, Rijsbergen. Dat was jouw held? Een boerendorp, hè, waar ik geboren ben. Keesje Haast, ik was een kleuter en Kees was 10 of 11 in de Tour de France, stort in Dravijn. En het was voor ons een link naar een prachtige wereld. Ja. En zo ben ik geïnteresseerd geraakt in het wielrennen. Ja. Jij was de jongste profkampioen ooit. Volgens mij was je net uit het ei gekropen. Eerstejaars professional en je werd kampioen. Ja, en voor de mensen die dat niet meer weten, en dat is best goed om te weten hoor. Jacques Hanegraaff kon een stevig potje fietsen. Ik weet in ieder geval dat hij Parijs-Brussel gewonnen heeft. De Amstel Gold Race heeft hij gewonnen. Etappes in de Ronde van Nederland. Hij heeft de rode trui in de Tour de France gedragen. En de gele trui. En dat zijn toch de mooiste momenten die je hebt. Jacques, wanneer is dit? Dit is denk ik in 1984, ja. Ja, Hoste wind, jammer genoeg. Ik kwam te vroeg op kop, weet ik nog. Ja. Hoste was heel sterk, ik won 5 etappes dat jaar. Dus, Hoste 1, Hanegraaff 2, Kelly 3. Etappe wel 320 kilometer lang hoor, ja, naar Beauvais. Om precies te zijn. Hè? Ja, klopt precies. Ja, ja. Dus jij hebt de gele trui en de rode trui gedragen naartoe? Ja, ik heb de rode trui toen gewonnen dat jaar, de gele trui gedragen een paar dagen. Ja. Ja. Mooi souvenir. Dat wou ik zeggen. Ja. Wat doet een renner die, nou ja, bijna 20 jaar geleden, waar is die trui? Hij die bewaard of weggegeven? Ik ben niet iemand die reliquieën bewaart, maar die gele trui wel. Die heeft mijn schoonvader toen ingelijst, een van die gele trui die ik toen gedragen heb. En die hangt nog steeds bij me in de hal. Heb jij, Eddy, ook de trui die je droeg in de Europa Cup finale bewaard? Ja, die heb ik nog. Echt waar? Ja. Ook ingelijst? Ja. Nee, niet ingelijst, maar die heb ik wel nog. En de mot zit erin of niet? Nee. Zo af en toe heb ik hem nog wel eens een keer in mijn hand gespitst. Hij ligt eigenlijk wel in een bepaalde ruimte, ja. Waar ik wat meer trofeeën heb liggen. Ja, maar jij bewaart dus wel reliquieën? Ja. Heb jij hem ooit zien rijden? Ja. Jij had iets speciaals, wat weet ik niet eigenlijk. Ik? Ja. Je kon hard aankomen. Ja, ik was niet een echte sprinter. Ik kon redelijk sprinten als ik een goede dag had en ik kon ook redelijk goed tempo rijden. Ja. Dat wel. Maar ik was geen geweldige klimmer.
Nee, als de bergen kwamen, dacht jij help. Ja, moeilijk. Ja, heel moeilijk. Ja. Hoeveel tours heb je gedaan? 4 stuks. Ja. Ja. En wat heb je daarin gepresteerd, vind je? Ja, jammer genoeg geen etappe gewonnen. Wel gele trui gedragen, rode trui gewonnen. Jongerenklassement een paar dagen geleid en dat soort zaken. Maar ja, een hele mooie ervaring. Tour is iets heel bijzonders. Wat is er dan zo bijzonder? Het is niet te vergelijken met welke wedstrijd dan ook. Het geeft iedere keer aan een wielrenner zoveel impact, zoveel eergevoel daar te zijn, dat je rijdt toch een beetje op. Je hebt vleugels. Ja. Je bent nu weer terug. Het is nu 2003. Je bent nu manager. Ik bedoel, het woord alleen al, maar goed. We hebben je gevolgd vanochtend. Even kijken wat de nieuwe Hanegraaf nu doet. De nieuwe Hanegraaf ziet er modisch verantwoord sterk uit. Hij werkt in de wielersport als manager. En dus spreek je met andere managers, met Alain Bondu, om er maar eens eentje te noemen. En je komt nog eens een oude bekende tegen. En je praat nog eens met organisatoren. Ik ben hier bij die Mavic-leuten. En je spreekt in het Duits en je hebt ook werkelijk dikke duimen van het e-mailen waarschijnlijk. En je gaat in het Frans en je gaat in het Duits en je gaat in het Nederlands. Hallo Gabi. En je gaat rijden. Hallo. En je belt met Gabi. Ja, en je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar het ondernemerschap om zelf doen of niet doen. Juist, het ondernemerschap met een televisietje in de auto. De heer J. Hanegraaf, voormalig coureur, die doet nu andere dingen. Die schrijft nog gewoon in het boek, terwijl die de etappe aan het volgen is. Dit is de amateur puursang die professional is. En zo komt hij in Toulouse binnen. Wat doe je op het ogenblik, hè? Ja, je ziet het wel een beetje van alles. Hè? Ja. Kijk, het was voor ons natuurlijk heel hectisch, organisatorisch gezien, om het allemaal op zo'n korte termijn om het nieuwe team van de grond te krijgen. Dat Bianchi-team? Ja, dat Bianchi-team. Ik denk dat we best wel de wereld hebben verbaasd door hier zo'n auftriet te maken. Dus auftriet, hey, wacht even, ja, je bent Brabant. Auftriet, ja, maar ik noem het woord auftriet omdat toch Ulrich geweldig goed rijdt. Ja, oké, okay, ja, hier auftriet. We treden goed opvallend op hier in de Tour. En, menigeen vraagt zich af van ja, hoe hebben ze dat gedaan op zo'n korte tijd? Ja, dat is wel leuk. Ja. We gaan even naar Eddie. Nee, Lucas, waarom haal ik je er niet in? Dames en heren, dat is fantastisch. Nu staan er 4 Nederlanders in beeld. Mag ik u voorstellen, Lucas Schutte? Dat is de man die hier deze wijnmakerij heeft, zo mag ik het zeggen. Château Maresc in de kajak. En wij krijgen een buitengewone wijn nu ingeschonken. Die zal ons goed smaken. Het is heel leuk dat we Lucas hier... ...druk geweest en uiteindelijk zijn we in de Gajac terechtgekomen omdat wij daar een bepaalde potentie vonden. Wie is wij? Vonden. Beatrice, mijn vrouw je vrouw. En jouw vrouw is van een rijk geslacht, ja, een wijngeslacht? Ja, dat vertelde ze aan het begin toen ik haar ontmoette. Of dat dacht ik in ieder geval. Zij heet Rothschild of zo. Ik ben naar school gegaan inderdaad in de Bourgogne en ik wilde graag wat stages lopen. En ik kwam toen op een gegeven moment in de Medoc terecht en daar werkte Beatrice. En dat was op een bedrijf van de Rothschild. Toen dacht jij kassa. Toen dacht ik kassa, maar ja, toen het al te laat was, toen vertelden ze dat ze aan de overkant van de weg geboren waren. De arme tak van de familie. Dus vandaar dat we hier keihard moeten werken nu. Ja, maar het is ontzettend leuk. Maar het is wel zo, ik liep daar stage, ik kreeg niets betaald, maar uiteindelijk, je hebt het gezien, ik heb de hoofdprijs meegenomen. Ja, nou, de hoofdprijs is dat wij hier met z'n allen mogen zijn. Ja. Wij drinken nu 1 van jouw producten. Ja, dit is de cuvée Thomas. We maken 3 verschillende rode wijnen. Dit is de cuvée Thomas. Daar zitten 2 lokale druivensoorten in, de Duras en de Brocol. Dat zijn druivensoorten die alleen in de kajak voorkomen. En daarnaast hebben we die aangevuld met Merlot en met Cabernet Sauvignon. Hij gaat er best in. We hebben avondpermissie hiernaast. Ja. Lucas, okay. Dank je zeer. Oké, okay, ik zal nog een keer terugkomen. Ja, dat is en we hebben allemaal een chauffeur dus. Ja, dat is wel makkelijk. Dat is mooi. De reden waarom Eddy Pieters-Raafland in 1970 mede naar de Ronde van Frankrijk ging, die lag ook in het feit dat hij iets met film had. Zo was het toch? Je was een geïnteresseerd filmer. Ik denk ook, als ik niet in die voetballerij terecht was gekomen, was dat ik in de filmindustrie terecht was gekomen. Ja, ja. Nou schrijven we dus 1970. Jij bent bevriend met Jan Jansen. Jan Jansen nodigt jou uit om naar de Tour te komen en jij neemt die camera mee. Het is in die tijd zwart-wit. Dames en heren, het is nu 2003. We zijn allang die tijd voorbij. Maar het is zo mooi om te kijken wat Eddy Pieters-Raafland in 1970 gedaan heeft in kleur. Ga je gang. Waar is dit? Eddy,
Waar is dit? Heb je enig idee nog? De Willem II-ploeg reed. Ja, Willem II, Caballero. Dat is eigenlijk op het begin. Jean Nelis is daar. Daar zat hij ook komen. Kijk, Jean! Jongens, Jean! Kijk, Jean! Buddy Holly. Ja. Felix Leviton. Leviton. De Brugge. Nee. Hier, Joop. Ja, Joop Zuttermelk. Polidor. Polidor. Goh, wat mooi is dit. Dit maakte jij. Dit vond je mooi. Ja. Kijk eens, daar staat hij, de grootmeester zelf. Ja. Eddy Merckx. Je kon je vrijelijk bewegen daar, omdat Jan Jansen jou... Jan had me eens uitgenodigd om daar naartoe te komen. Ja. En we waren eigenlijk eregasten dat we de Europa Cup hadden gewonnen. En, Rini Wachtman. En hoe doe je dit dan? Zit je in de auto of zo? Ik zat bij Maurice de Meur, de ploegleider van Jan Jansen. Die was ploegleider van de BIC. En daar zat ik in de auto bij. Dus ik zat echt helemaal midden in het strijdgewoel. En schitterend. Dit is prachtig materiaal. Kijk even naar de auto's die er toen reden. Allemaal Frans model, dat is tegenwoordig ook niet meer. En dit is ergens in dat... Dit is precies de bergen op. Maar ik heb ook onderweg, laat zeggen, dus de zakjes aan staan te geven aan de wielrenners. Nou, dat vonden ze schitterend, want die zagen deze meisjes daar met zo de zakjes. De Nederlanders kon je er tussen uitpikken. Ja. En de Nederlanders kenden jou als de doelman van Feyenoord. Ja. Dit is uniek materiaal, want het is in kleur. Toch? Ja. Alles was toen zwart-wit. Hoe kwam jij aan kleur dan? Ja, dat waren nog 8 mm beelden. En dat was toen eigenlijk allemaal al in kleur, ja. Godefroot in het groen. Ja. En Jan? Ja, Jan. Lekkere bril. Ja. Prachtig historisch materiaal. Gemaakt door de doelman van Feyenoord. Europa Cup 1 winnaar. En een mooi afgemaakt shot. Ja, prachtig. Mooi, hè? Ja, schitterend. Hoe werd jij ontvangen in de Tour? Als een grootvorst. Het ging dus de hele Tour dus door dat wij de Europa Cup hadden gewonnen en dat bij Maurice de Meur dat daar Eddy Pieter Schaafland zat. Komt dus van fotograaf enzovoort, die kwamen langs rijden en kikjes allemaal eens maken. Dat was schitterend. En dat was omdat Jan dus meereed. En Jan die kwam op een gegeven ogenblik, en dat is echt wel een mooi verhaal. Ik ben altijd nog iemand een beetje die de boel een beetje probeert op te jutten. Hè? Dus Jan die kwam bij Maurice vragen wat hij had te doen. En ik zat dan als meneer Leviton en Jacques Coudet, zat ik daar bovenop. Ik zeg van Jan, ik rij vandaag mee. Ik wil wel wat zien van jou, hè, vandaag. En hij ging er gelijk vandoor en zegt, nou wacht maar eventjes. Dus hij ging er vandoor en hij had een paar honderd meter voorsprong dus genomen. Helemaal in zijn eentje. Voor het peloton dus uit. En toen kreeg hij een lekker bond. Nou, het was ongeveer 10 kilometer, laat je gerekt, net voor het einde. Nou, de tranen sprongen in mijn ogen, want ja, alles was in rep en roer. En dan gaat de hele massa, die gaat er gelijk dus overheen. Dus s'avonds zei ik ook, zo was het niet bedoeld natuurlijk. Dat was vreselijk. Nog even iets anders. We spreken dan over 1970. Jullie met Feyenoord, vrij rijke, tussen aanhalingstekens professionals. Jullie sliepen in de mooiste hotels ter wereld al. Jullie waren voetballers, rijke, verwende jongens. Toen zag jij ook wat wielrennen was, hè? Ja. Ik kwam bij Jan Jansen op de kamer, want ik ben in Saint-Codin in de Pyreneeën ben ik opgestapt. En Jan die zag me na afloop de staan en ik zeg, ga nou lekker naar het hotel toe. Hij zei van nee, ik ga eerst wat voor je regelen. Enzovoort. Nou, er was niks meer te regelen, want ja, alles is dus vol. En toen heeft hij voor mezelf ergens in een hotelletje nog ondergebracht. En toen heb ik in de badkuip geslapen. We hebben een Pelu daar naartoe gesleept, dus we worden in de badkuip geslapen. Maar dat vond ik helemaal niet erg voor mezelf, want ik wilde gewoon erbij zijn. Maar Jan zelf, en toen ben ik naar zijn kamer toe gegaan. Nou, hij kon nauwelijks de deur dus openen, dus zo'n kleine kamertjes hadden ze. Nou, Jan die was toch in 1968 Tour de France winnaar geworden. En wij sliepen eigenlijk in Bonrivage aan het meer van Genève. Dat is heel anders. Wij slapen nog altijd in de badkuip. Omdat we er graag bij willen zijn. Hè, Jacques? Hè? Ja, we hebben wat in de badkuip van slapen, hè? Niet anders. jouw carrière eindigde op een hele vreselijke manier. Een hecht liep rechtdoor en jij fietste rechtdoor. Ja, je bent nu terug in het wielrennen, dus je moest wat. Is er vraag naar dat soort mensen, zoals jij er een bent, wielermanagers? Mensen die zich met de zakelijke kanten van het fietsen bezighouden?
Is daar vraag naar? Ja, is dat al een uitgemolken bedrijfstak? Zijn er veel van? Nee, ik denk ook dat het een kwestie is van contact te hebben en het zelf realiseren. Ik denk niet dat het een kwestie is van vraag en aanbod. Er is niet een soort vacaturebank met vraag naar wielermanagers of zo. Maar waarom ben jij dit geworden? Omdat ik gewoon de mogelijkheid, de kans om een professioneel wielerteam te realiseren, zeker met Jan Ulrich en een paar hele goede Spanjaarden erbij, vond ik heel interessant. Dat kon ik niet laten voorbij gaan. Mm-hmm. Jij had dus contacten. Jij kon dat team in elkaar timmeren, ja. Zo is het zo'n beetje. Ja. En wat ben je dan nu van die ploeg? Ja, manager realisators. We hebben een bedrijf opgericht waar zeg maar alle contracten in vastgelegd zijn voor renners, sponsors en dat soort zaken. Ja. Ja. Hm. En je bent er constant mee bezig? Nou, de laatste maanden wel, ja. Ja, ja. Ja, en dat kan normaal je niet, maar nu de laatste maanden zeker, omdat het toch een soort last minute klus was en het eigenlijk vanuit het niets in heel korte tijd is gerealiseerd. Zonder jezelf heel hard op de borst te kloppen, als jij niet ingestapt was, had Ulrich hier niet gereden? Niet voor dit team. Nee. Nee. Jij hebt ervoor gezorgd dat die Bianchi-ploeg zo... Ja. Ja. Ga jij ook een trui geven voor het NOS-spel? Voor de laatste etappe? Want tuurlijk. Wij vinden die trui eigenlijk het mooiste. Ja, waarom is dat zo mooi? Omdat het retro is. Heb jij dat bedacht? Ja, kijk, de historie Bianchi is zo sterk in het cyclisme. Italiaans. Italiaans. De design. En ik heb zelf natuurlijk nog in mijn actieve wielercarrière begin jaren 80 met een echt Bianchi-team gefietst. Fons de Wolf 1983, ja, Bianchi, dat zag er zo perfect uit. Dus toen die contacten daar waren, het eerste wat mij bezig hield was die kracht uit het verleden. Die historie, die eigenlijk een beetje verbleekte. En ik vond dat jammer. En ik denk dat puur marketinggericht je de kracht uit het verleden kunt laten herleven door daar optimaal gebruik van te maken. Ja. Goed. U heeft begrepen, dames en heren, dat Sjaak in al zijn grootheid na deze avond niet anders kan dan een door Jan Ulrich getekend shirt bij de prijs te doen in Parijs. Dat staat. Staat. Dat staat. Goed. Ja, weet je al welke kleur het is? Is het een blauw of een geel shirt? Ik beloof nu in ieder geval de originele Bianchi, maar het kan nog een andere kleur worden, zeker. Heb je die ook in XXXXL? In alle maten die nodig zijn. Je snapt er alles van. Dames en heren, u zag de Duitse Vogt vandaag. Die maakte mee wat geen enkele renner mee wil maken. Dat laveren over de weg. En dan dat vreselijke moment dat je moet afstappen. Dat de gieren van de pers eromheen staan. En die willen allemaal dat scheuren van dat rugnummer horen en zien. Dat is de extreme in de Tour van vanavond. Ik weet dat het pijn doet in Itervoort en omstreken. Maar Frans Maassen moest het ook eens meemaken in zijn leven. Het is dat moment dat je niet wil weten. 1994 en een vuist. En het klinkt vreselijk. En dan moet je gaan zitten en dan ben je niemand meer. Maar Greg LeMond in 94 op weg naar Rennes ging gewoon zitten. En dit is Simon in de gele trui. Stapt hij af, en dat was op weg naar Alpe d'Huez, in 83. Toen huilde Frankrijk. Dat zijn nog eens een keer uitstappers geweest. Met iedereen en alles eromheen. En dan rijdt een auto je weg. En zoals gezegd, je bent dan helemaal niemand meer. Helemaal niemand meer.